Ja, we hebben eigenlijk geen eerste aflevering natuurlijk gemaakt. Geen nul aflevering met de kandidaten. Met de kandidaten. Ja, dat nee. Was, helaas kwam er niet van. Dat is wel jammer, maar ja. Maar, niks aan te doen. Maar jij kende al best wel veel kandidaten van dit seizoen, zei je toch? Ja, ik... even kijken. Erik kende ik van de radio. Ja. Joshua kende ik. Ik ben wel live bij een van zijn concerten geweest. Dat is natuurlijk de zanger van Chef Special. Ja. Huh. Lakshmi ben ik toevallig ook een keer geweest. Zij heeft een keer in de plaats waar ik werk... was een keer een theatervoorstelling van de opening van het theaterseizoen. En toen trad zij ook daarbij op. Ja. Dus toen heb ik haar live gezien. Ik kende het eigenlijk helemaal niet, maar ik vond het best wel leuk. Kan ze goed zingen dan? Want ik heb er ook nog helemaal niet horen zingen. Of ja, het is ze heeft een hele eigen stijl. Het is echt heel bijzonder. Je moet maar eens, als je straks even Spotify kijkt of zo. Ja. Want het is echt, ja, ze wordt heel erg met Billie Eilish. Eilish of ja, klopt. Wordt ze vergeleken? Ja. Ja. Het is echt wel een beetje diezelfde stijl. Splinter kende ik, wat ik je daar straks ook al vertelde. Die zit wel vaker bij talkshows en ik volg zelf de politiek heel erg. En hij is natuurlijk ook partijleider van de jongere VVD. Ja. En Rocky kende ik. Omdat zij in dat FIFA Street voetbal zit of zo, of in ieder geval zo'n karakter en zo'n voetbalspel heeft. En dat wist ik dan toevallig. Ja, bij FIFA zit ze inderdaad. Ja, voor de rest, ik kende alleen Charlotte Nijs. Die heb ik ooit een keer in de zomer een keer voorbij horen komen. Omdat toen al het gerucht ging dat ze mee zou doen aan dit seizoen. Joshua kende ik inderdaad ook. Chef Special heb ik ook hier live gezien. Dat was in Walibi zelfs. Hadden ze een soort van Veronica dagen. En daar ben ik ooit een keer geweest. En toen kwam ik hem daar toevallig tegen. Okay. Even kijken. Marije Knevel, die heb ik wel eens voorbij horen komen bij Ladies Night was dat. Daar keek mijn vriendin nog wel eens naar vroeger. Dus... Dat vind ik ook echt zo'n type dat daar zit. Ja, want het hele programma gaat helemaal... Het is alsof je Veronica en Sight aan het kijken bent voor de mannen. Zo is dat dan weer voor vrouwen waar het ook echt nergens over gaat. Ja, en die Florentijn, daar heb ik alleen die bad eend kende ik. Maar ik wist ook helemaal niet dat het van die Florentijn was. Ja. Dus, dat vertelde me. Ja. En René? Nooit van gehoord. Ja. Nu ik haar heb gezien, komt ze me wel bekend voor. Maar alleen de naam zou me geen belletje rinkelen, nee. Nee. Ja, Remco Veldhuis, die kende ik uiteraard wel. Dan hebben ze volgens mij ook allemaal wel gehad. Ja, precies. Dus ja, dat zijn de 10 die meedoen, waarvan we er al eigenlijk gelijk in kunnen vergeten. René. Remco. Of Remco, sorry. Ja, Remco. Ja. Ik heb ook altijd het idee dat René dan gelijk een mannennaam is. Heb je dat niet? Nee. Vind je René meer een vrouwennaam? Ja, een unisexnaam toch? Ja, is het ook wel. Ja, dat is ook zo. Maar ja, bij René moet ik gelijk aan een man denken. Maar, dat heb ik niet direct. Nee, Remco, sorry. Ik haal de namen nu al door elkaar. Dat wordt een fantastisch seizoen. Ja, dat lijkt mij ook. Dit is de Molcast met Guido Verheijen en G. Kusters. Nou, laten we het gelijk over de eerste aflevering hebben. Jij zei dat je hem al gelijk gekeken had. Ik moest hem helaas terugkijken vanwege werk. Maar wat vond je er wel? Hoe vond je het begin eigenlijk? Vond je het gelijk tof? Of wat vond je van deze eerste aflevering? Ja, het was natuurlijk even afwachten wat er zou gebeuren. Aangezien dit natuurlijk wel in coronatijd is opgenomen. Dus het was maar de vraag van ja, wat kunnen ze doen? Wat gaan ze doen? Dus ik had eigenlijk niet heel veel verwachtingen of zo, of in ieder geval geen hoge verwachtingen, omdat het natuurlijk voor zo'n programmamakers ook maar even zoeken is hoe ze dit het beste aan kunnen pakken. Maar ik vond de eerste opdracht in ieder geval wel heel gaaf, vooral dat iedereen in het begin zo een beetje van oh, moet ik wel hierin kijken, en dat sommigen direct in de open haard bijvoorbeeld gingen voeten om te kijken of daar iets lag. Dan kun je wel direct natuurlijk een beetje karakter van de kandidaten eruit halen, en dan natuurlijk net dat stukje dat ja, een joker krijgen. Maar ja, dat is niet gezegd welke joker natuurlijk. Daar moest ik wel hartelijk om lachen. Ik vond hem ook leuk, want in het molboekje, daar doen ze af en toe wat afbeeldingen van. En daar stond dus ook al die jokerkaart op. Dus ik dacht al van, nou, waarom staat dat daar? Maar ja, nu valt natuurlijk alles op zijn plek al. Natuurlijk een joker, ja. En er gaat er vast wel een aflevering komen waarin een kandidaat weer een voorstel krijgt om een joker te pakken. En dan krijgt hij waarschijnlijk wel een houten schijf of zo. Dus
Ja, ik zei het net ook al tegen jou. Op de site kun je dus lezen wat het seizoen een beetje in gaat houden. En er staat dus ook letterlijk van... In seizoen 21 probeert de mol de samenwerking tussen de kandidaten te doorbreken... door hen te verleiden en een pact met hen te sluiten. Dus kiezen ze dan op voor de groep of voor zichzelf. En hoe betrouwbaar is een pact met de mol? De kandidaten worden meteen in de eerste afleveringen op de proef gesteld. Dus nou ja, goed... Dat klinkt mij in ieder geval in de oren dat er nog veel meer van dit soort opdrachten gaan komen. Maar inderdaad, wat jij zegt, die eerste, daar zie je al gelijk de karaktereigenschappen van de kandidaten langskomen. En ja, ook al gelijk een leuke plot twist natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ik had niet verwacht dat ze... Nee. Ik had eerst verwacht van, zou het zo makkelijk zijn? Maar dat ze een kaartje zouden krijgen, dat had ik niet verwacht. Ja, maar er moest iets onder die deur geschoven worden. Dus ik denk, nou, als daar dan zo'n houten joker in moet zitten, dat kan toch helemaal niet? Nee, maar, precies. Ja. Ja, dat was wel bijzonder. Ja. Ja, en natuurlijk direct een lasergame opdracht. Dat zijn altijd wel de leuke opdrachten om te kijken. Ja. Ik heb me laten vertellen dat dit de eerste laseropdracht was waarin ze allemaal tegelijkertijd al konden gaan schieten en alles. Ja, dat viel mij inderdaad ook op, dat ze allemaal tegelijkertijd mochten. Ja, normaal gaan ze één voor één of in duo's. Vorig seizoen hebben we dat gezien. Ja. Ja, tof inderdaad. Dus nou, laten we gewoon lekker bij het begin beginnen. En dat was natuurlijk de opdracht door een deur. Waarin ze alle 10 dus opgesloten zitten. En op zoek moeten gaan naar de 250 euro die ergens in hun kamer verstopt ligt. En 200, als ze die... volgens mij 250. Even kijken. Oh. Ja, 250. Want 2500 euro kon in totaal verdiend worden. Ja. Dus ja, 250 euro konden ze verdienen, maar ja, niemand gaat voor 250 euro als er ook nog een deal met de mol te sluiten valt, in plaats voor voor geld dan een joker te pakken. Maar ja, dan moet je wel de goede joker weten te scoren. Kijk, als mol lood zijn, dan wil je dat wel hebben natuurlijk, zo'n kaartset waar dan die joker in zit, want ze hadden hem ook speciaal gemaakt natuurlijk. Er stond ook wie is de mol op die kaart. Ja. Ja. Oh, dat is me helemaal niet opgevallen. Oh, de regisseur heeft de kaart ook op zijn Instagram-account gezet. Dus vandaar dat je echt in vol detail alles kan zien. Dus breng gewoon dit kaartspel uit. Ik denk dat er nog maloten zijn die het wel willen hebben ook. Dus, dat weet ik wel zeker. Ja, dat denk ik ook. Ik vraag me heel erg af... kijk, er zijn natuurlijk 3 kandidaten die niet hebben gehapt. En als later dan bij Rick aankomen en dan nog steeds een joker willen hebben. En dan wel happen. Denk jij dat de mol in die laatste 3 heeft gezeten of bij de eerste 7? Ja, voor de mol maakt het niks uit natuurlijk. Want of jij nou een kaartje hebt, die is niks waard. Maar een joker is voor jou ook niks waard, aangezien je toch doorgaat. Ja, oké. Dus speltechnisch niet, eigenlijk. Ja, nee, je zou kunnen zeggen... Nou, je kiest ervoor om het geld te houden... en bij Rick dan uit te geven. Zodat mensen eerst toch wel je goede wil zien... van nee, ik ga voor het team. Ik bewaar het geld. Ja. Maar het is natuurlijk pas de eerste opdracht. Dus dat is toch zo moeilijk te zeggen. Ja. Kijk, als we straks een aflevering 5 zetten... en we gaan dan terugkijken naar bijvoorbeeld deze opdracht... van hey, zetten onze bedekkingen bij welke groep zitten die op dat moment... dan kun je daar misschien iets meer uithalen. Maar op dit moment is het toch, lijkt mij het erg moeilijk nog in dat geval. Ja, en er dan even vanuitgaande dat de mol dus ook echt op die deur geklopt heeft... en dat het niet iemand van het programma was of zo... dan zou dus de mol het moeten spelen dat er een kaartje onder wordt geschoven of zo. Dus ik denk dat ze dat natuurlijk eruit hebben geknipt... en dat ze dan gewoon even de deur openmaken... en dan de mol het kaartje doorheen laten schuiven. De mol is dus niet op dat verzoek ingegaan... en die hoeft dus helemaal niet te acteren als het ware. Snap je wat ik bedoel? Nee. Ja, precies. Ja. Maar het kan ook zo zijn dat net als we 2 seizoenen geleden hebben gedaan... toen had je als een van de laatste afleveringen... dat de 4 kandidaten op dat moment... langs een galerij moesten lopen en dan was de mol via de port of via een telefoon was hij wat aan het vertellen of ze het geld moesten pakken of niet moesten pakken. Dat was bij Rob DK was dat, ja. Bij Rob was dat inderdaad. Ja. Toen zag je ook dat bij Rob dat het iemand van de productie was die het insprak. Dus dat zou in dit geval natuurlijk ook kunnen zijn. Dat hij gewoon in de kamer zit en in dat geval de productie even een envelop onder de deur doorschuift. Ja, inderdaad. Ja, dat ze het gewoon op die manier oplossen. Ja. Of dat Rick het zelf doet. Volgens mij hebben ze bij die in datzelfde seizoen 20...
hebben ze volgens mij toen Rob die K ging lasergamen tegen de kandidaten. Heeft hij volgens mij bij zijn eigen ronde heeft hij ook gewoon tegen Rick of zo of tegen iemand van de productie gelasergamed op dat moment. Ja. Dus ik denk inderdaad wel dat ze dat dan op die manier oplossen. Ja. Dus dan kan het nog steeds zo zijn. Ja, dat lijkt me ook. Ja. En dan kan het ook nog steeds zo zijn dus dat hij niet bij de laatste drie hoeft te zitten per se. Maar dat hij dus ook bij de eerste zeven kan zitten. Ja. Dus dat is dus alles nog mogelijk. Ik denk dat het gewoon nog heel moeilijk te zeggen is nu. Ja, ja. Dat denk ik ook. Ja, wat voor de rest een beetje opviel hier is dat Splinter is de enige die dan onder de deur probeert door te kijken. Alleen, ja, er valt gewoon niks te zien. Maar geen enkele kandidaat die kijkt door het sleutelgat. Terwijl wel in iedere deur een sleutelgat zat. En dan wil je toch even kijken of je daar misschien iets van de mol ziet. Zou ik zeggen. Je zou zeggen van wel, hè? Ja. Nou, tenminste, ik had er doorheen gekeken. Als ik dan toch die... Ja, ik denk ook wel, ja. Ja. Vond ik apart. Nou ja, oké. Ja. Misschien dat je dat later pas bedenkt, hoor. Dat je eerst helemaal flabbergast onder de indruk bent natuurlijk van die envelop. Je bent natuurlijk ook net daar. Je zit in één keer midden in het spel. Dus het is dan wel echt begonnen. Dus ik denk dat je dan ook wel, inderdaad wat je zegt, iets van flabbergasted bent. Van, oh shit, het begint nu echt. Ja, ja, sommigen schokken ook wel echt goed van die bonken op die deur natuurlijk. Ja. dat was wel heel mooi om te zien. Ja, dat was goed om te zien, ja, inderdaad. En even kijken, wat heb ik nog meer overgeschreven? Ja, ik zag Erik met een rugzak op. Hij was de enige die een rugzak droeg. Ja, geen idee of daar nog iets van een hint in zit of zo. Oh, maar, dat is wel ik ook niet opgevallen. Ja, en die Splinter had wel zo'n mooi pak aangetrokken. Ja, maar dat heeft hij altijd. Ja, is dat zo? Oh, ik denk, ja, dat deed hij. Hij heeft bijna altijd zo'n Chinese blouses, of hoe je het ook moet noemen, aan. Moet je maar, als je hem googelt bijvoorbeeld, dan zou je dat ook opvallen. Hij draagt heel vaak van zo'n Chinese overhemden. Ja. Ah, ja. Ah, oké. Het is een beetje een typische stijl inderdaad. Maar dat, ik denk dat bij een schrijver / politici ook wel past. Een typische kledingstijl. Ja. Ja, ik vond het wel iets hebben of zo inderdaad. Ik vond het ook wel bij hem passen. Ja, dat zeker. Ja, ja, absoluut. Ja, en dan komen natuurlijk die drie kandidaten bij Rick aan. En ja, dan kun je als mol wel natuurlijk nog voor die joker gaan. Want dan heb je toch al laten zien, wat jij net ook al aan snee. Dan heb je al laten zien van, ik wilde eigenlijk oorspronkelijk voor het geldbedrag gaan. Maar als dan één iemand voor die joker gaat daar, dan gaan ze ook alle twee mee. En dan gaan ze dus met z'n drieën voor die joker. Ja, dat gebeurt precies. Natuurlijk ook. En wat maakt jou die €250 in het begin uit? Ja, als je met z'n tiende bent, dan heb je ook helemaal niet het idee van, oh, die pot die gaat straks van mij zijn. Nee. Dat doe je wel in de finale of de aflevering daarvoor of zo. Dat je echt, je wil eerst sowieso de eerste 5 afleveringen overleven. Ja. Daarna begin je pas echt een beetje een kans te maken, denk ik. Dat denk ik ook. Ik denk ook niet echt dat je voor het geld wil gaan in het begin. Dat interesseert je niet zoveel. Gewoon de eerste aflevering doorkomen. Niet de eerste afvallen precies. Zijn, dat is het belangrijkste, denk ik. Dat lijkt me zo vreselijk. Ja, ben je net 2 dagen daar, kun je weer terug. Ja, en dat dan ook het seizoen op tv komt en dan iedereen er wel een beetje hype van, oh, deze kandidaten doen mee. En dan weet je al van, ja, straks de eerste aflevering lig ik er al uit. Zo van, ja, en dan moet je dan nog steeds een beetje dat programma gaan ophypen van, ja, ik doe ook mee, jongens, leuk, hè? Ja, dat lijkt me vreselijk om dat te doen. Echt vreselijk. Heel kut. Ja. Voor de rest heb ik niet zo heel veel dingen gezien in de eerste opdracht nog, wat ik interessant vond. Verder ook niet. Het viel op dat Rocky direct wel heel fanatiek was en in de as begon te graven. Maar of daar nou echt iets in zat? Ja, nee. Ja. Weet ik niet. Zou kunnen hoor, maar nee. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar... Nee. Ja. Nou, dan gaan we door met de lasergame opdracht. Wat net al even aangehaald. Eerste fietsopdracht, toch? Nee, eerste lasergame opdracht. Oh, eerste lasergame. Ja, oh, ja, ja. Mijn god. Ja, de fietsopdracht was als laatste. Heb ik wel gekeken. Heb jij van achter naar voren gekeken? Of heb jij stukjes eruit geknipt of zo? Ik denk het. Nee, Vriend of Vijand was de tweede opdracht. Dat was de lasergame opdracht. Ook weer met een leuke plot twist. Want hier op de laatste 5 minuten volgens mij uit mijn hoofd. Toen zei Rick op een gegeven moment door de portofoon van, ja, jullie kunnen nu ook elkaar afschieten. Degene die het laatste overblijft, die krijgt een vrijstelling. Ja. Maar daar gaan ze dan uiteindelijk toch niet voor. Nee, dat vond ik wel opvallend dat ze er niet voor gingen.
Ja, het was alsof ze een beetje de eerste opdracht goed moesten maken of zo. Van nou, in opdracht 1 zijn we echt puur voor onszelf gegaan. Nu moeten we even het teamverband sterk houden. En ja, nu moeten we met z'n allen dus niet voor een vrijstelling gaan. Nee. Ja, ook hier zijn weer wat gekke dingen gebeurd. Natuurlijk is de montage weer zo geknipt dat het heel lastig te volgen is wie welk geldbedrag nou precies pakte. Ja, wie op welke positie staat. Ook en, dat. Ja, en de codes, de verschillende kistjes die er lagen, want ik zag wel allemaal letters. Volgens mij heb ik een A, B, C, D, E gezien. En volgens mij ging dat ook nog een keer door tot de O of zo ergens, want ik heb ook ergens de O gezien. Het ging vrij ver volgens mij. Ja, er moest dus een vierletterige code gevonden worden in het veld en zo kon dan een kistje geopend worden. Alleen er waren natuurlijk ook schutters. Florentijn die zat op een gegeven moment in een boom. Ik weet niet waarom die dat deed. Nee. Ja, ik vond het wel lenig van hem, maar ja, ik snapte die tactiek niet heel erg. Want volgens mij word je daar gewoon best wel goed beschoten. Lenig of molactie? Ja. Ja, kijk, vanaf daar kun je misschien wel heel veel andere kandidaten uitschakelen. Ik denk wel dat je een wat beter, breder beeld hebt van het speelveld. En dat je dan ook, als je wat hoger zit, dat je wat over meer obstakels kan schieten. Dat denk ik ook wel, ja. Ja. Ja, Florentijn is wel eentje die we in de gaten moeten houden, denk ik. Dat heb ik inderdaad ook wel. Ja, anti-molactie van Charlotte hier wel. Want ten eerste, ze pakt aardig wat geld. En ten tweede, ze had een rok aan. En dat lijkt me voor een lasergame opdracht nou niet heel ideaal. Als je daar dan ook nog de mol moet gaan zijn. Nee, want ik denk dat je in deze opdracht, als je de mol bent, inderdaad, als een van de laatste wil overblijven, dat je de kans hebt om mensen af te schieten waarvan je weet dat ze geld bij hebben. Ja, en je wil lekker lenig door dat veld heen bewegen, dus dan doe je gewoon een makkelijke broek aan. Ja. En de mol weet toch wat er gaat komen, dus die weet ook dat ze zich op voor kan bereiden. En ja, met een rok is het gewoon niet handig. Dus... Nee, precies. Dus... Sowieso vind ik Charlotte niet zo verdacht, maar... Nee, je zou het ook kunnen zien van hoe ze doet een rok aan, zodat ze niet goed mee kan doen en weinig geld kan pakken, maar... Dat kan ook, ja. Daarnaast denk ik toch dat je in dit spel gewoon... Want als je af wil gaan, dan ren je gewoon even met het veld op, word je afgeschoten, ben je ook af. Ja. Denk je dat dat gebeurd is door de mol, dat hij gewoon een best wel groot geldbedrag bij zich had en dan af liet schieten? Zoals je al in het begin aangaf... Het is heel moeilijk te volgen wie welk geld pakte en wie wat op een gegeven moment had. Ja. Dus waar ik vooral heel benieuwd naar ben, want dat heb ik ook dus niet goed meegekregen, of de mol misschien op het einde toch nog mensen af heeft geschoten. Ja, dat was ook niet te zien. Nee, het was echt heel moeilijk te zien. Dus ik ben heel benieuwd of we daar nog iets over te horen krijgen, of desnoods de laatste aflevering zien dat hij dat gedaan heeft. Maar... Ja, ik kan me heel goed voorstellen in ieder geval. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, ik denk dat sowieso de mol wel iemand heeft afgeschoten daar. En ik denk ook wel dat vanaf het begin van de opdracht al mogelijk was om andere kandidaten af te schieten, denk ik. Ja, precies. Dat denk ik ook. Ja, dat ze gewoon hoe noem je dat? Friendly fire of zo, toch? Ja, friendly fire. Friendly fire, ja. Dat je dat gewoon al het hele spel even aanstaan en dat je dus elkaar al eigenlijk in het begin zou kunnen afschieten, hè. Alleen ja, in de laatste 5 minuten weten ze pas dat er ook echt een doel aan hangt als je dat doet. Ja. Maar ja, de mol weet natuurlijk van het begin al dat dat kan. Ja, absoluut. Dus. Maar het was een leuke opdracht om te zien, maar wel een chaotische om te volgen wat er nou precies gebeurde. Maar dat zijn we natuurlijk gewend van de lasergame opdracht. Ja, dit is wel zo'n opdracht die dan allemaal meloten ook op het Wie is de Mol op het Comforum gaan uitpluizen en frame voor frame gaan terugkijken en... Ja, wat in ieder geval opviel is dat de schutters die bij het programma hoorden, die hadden volgens mij rode lasers en de kandidaten zelf hadden groene lasers. Dus daaraan kon je wel een beetje kijken wie nou schoot. En wat zeker is dat in ieder geval Erik de Zwart, die is in ieder geval afgeschoten door een groene laser. Dus dat zou dus betekenen dat er hoe dan ook iemand elkaar hebben afgeschoten van de kandidaten. En ja, het lijkt me dan ook aannemelijk om te zeggen dat Erik dan niet de mol is. Want waarom zou je als kandidaat zijnde dan iemand anders afschieten? Tenzij het per ongeluk is gegaan, maar... Hij staat ook niet in mijn top 3, Erik. Nee, bij mij ook niet. Nee. Voor die 5 minuten zijn er nog 7 kandidaten over. En dan inderdaad zegt Rick dus dat ze elkaar kunnen afschieten.
Volgens mij blijven er 3 over of zo, zei hij toch? Of 4? Ja, ik meen dat Marije overblijft. Die zit ergens achter een tractor op band of zo, heeft ze zich verstopt. Ja, oh ja. Wat ik in ieder geval zeker weet is dat Marije dus die 100 euro binnenbracht. Maar die had ze eigenlijk van Joshua gekregen. Ja, die heeft bijna het hele spel achter een tractorband gezeten. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, die Charlotte die was ook wel actief bezig, vond ik. Die had 75 euro. Wel het minste overigens van iedereen die geld opbracht. Het zal maar door die rock komen. Dat denk ik. Nou, over rocker gesproken. Rocky had 125. Goed bruggetje. En Splinter had 150. Die had wel het meeste inderdaad. Ja. Maar wat je al zegt, het is de eerste aflevering. Dus 150 euro. Kan wel smol zijn, hè. Toch? 450 euro werd in ieder geval verdiend. En dat had 1500 kunnen zijn. En dan zegt Charlotte, 450 euro in plaats van 1500 euro. Oh, dat is toch mooi, zegt ze, voordat de opdracht afgelopen is. Ja. Dat vond ik een rare quote van haar. Ja, precies. Op zich wel. Ja. Het zou echt zo'n mol quote zijn die ze aan het einde laten zien. Ja. Maar ja. Maar Charlotte, ik verdenk Charlotte gewoon niet. Dus. Nee, ik op dit moment ook niet. Nee. Ja. Ja, dus dat vond ik opvallend. En voor de rest, bij die 5 minuten zegt Joshua op een gegeven moment, laten we dan met z'n allen niet voor die vrijstelling gaan. Ook dat heb ik dan weer zoiets dat ik denk van, nou, dat zou je ook niet zo snel als mol roepen. Nee, in ieder geval niet het voortouw nemen om dat te roepen. Nee, ja, inderdaad. Kijk, als je erin meegaat, dat kan ik me voorstellen. Maar niet zelf inderdaad het voortouw nemen, want ja, je wil natuurlijk kandidaten met geld afschieten, lijkt me. Ja, precies. Ja. Dus ook iets om mee te nemen. Ja, dus nu hebben we in ieder geval Charlotte, die is niet zo heel verdacht. Erik is niet zo heel erg verdacht. En Joshua is niet zo heel erg verdacht. Nee, precies. Oké. Nou, we gaan ze sowieso onthouden. En ze kunnen uiteraard nog later in het seizoen wel verdachte dingen gaan doen. Dan gaan we maar naar de derde opdracht, denk ik, of niet? Het fietsen. Juist, nu zijn we bij het fietsen. Yes. Had je gewoon zo zin om te fietsen? Woe. Ja. Je had gewoon zin om te fietsen, denk ik. Ik denk het wel. Ja, ja, ook weer een prachtige route door een bosrijk gebied met mooie gebouwen. En hier waren dus 5 duo's. Joshua en Erik, Charlotte en Marije, Lakshmi en Splinter, Rocky en René en Florentijn en afvaller Remco. En ze moeten dus die 10 feitjes aan het einde op het bord opschrijven. En dat blijkt dan allemaal te zijn of je dan wel of niet de mol wil zijn in eerste instantie. Maar ze krijgen natuurlijk op de weg daar naartoe krijgen ze nog heel veel andere feitjes over de kandidaten. Welke kandidaat kan namelijk heel erg goed typetjes nadoen? Weet je niet meer? Was dat niet Rocky? Nee, dat was Lakshmi volgens mij. Oh, Lakshmi. Ja. Nee, die kon nog elleboog likken. Ja, ook. Ja, ja. En typetjes volgens mij. Oh, ja, er waren nog heel veel andere. En, iets, ja, dat waren er heel veel. Iemand had ergens aan een sinaasappel pellen of zo. Of persen. Wat was het nou? Ja, volgens mij haatte René het persen of pellen. Of, ja, ik heb ook echt geen idee meer. Maar, het schillen was het zelfs. Of het schillen. Ja. Ja. Ja, poeh. Maar dat zijn wel de dingen waardoor je de andere echte feitjes snel vergeet. Ook die verwarring dat, brengen. Ja. Dat is natuurlijk ook het hele idee van die gekke vragen ertussen. Hè? Of die gekke feitjes. Ja, vooral als de kandidaten dan zelf nog de fout gaan maken tussen persen en pellen. Dan maak je het alleen maar moeilijker om de rest te onthouden. Ja, nee, precies. Ja. Maar ik vond het wel in die opdracht heel slim. Want wat Marije bijvoorbeeld deed, was de vragen koppelen die bij elkaar horen. En ik denk dat ze daardoor ook nog best een mooi bedrag binnen hebben gehaald. Omdat ze dus die vragen zo goed gekoppeld hadden. Ja, zij koppelde die vragen van of ze wel of niet de mol wilde zijn, toch? Ja, precies. Ja, dat zijn wel de vragen die later dan het geld opleverden. Dus op zich is dat best wel een slimme actie van haar, ja. Slimme actie, ja. Ja. Of dat dan gelijk een anti-mol actie is, of dat ze dan niet meer de mol zou zijn, dat weet ik nog niet zo goed. Maar weet ik niet, want je kunt dan ook heel makkelijk husselen natuurlijk. Je kunt gewoon zeggen van, oh, die was het wel. En dan, omdat je dat in dat rijtje zet, ga je dat constant herhalen. En geloof je dat op een gegeven moment zelf ook, dat het zo is. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Zo'n foutje is wel snel niet gemaakt. Ja, zou het niet direct als een anti-mol actie of zo zien. Maar nee. Ja, dat is wel een slimme actie in ieder geval. Ja. Omdat het ook goed uitpakt in dit geval. Mhm.
Ja. Ja, wat mij opviel was is dat het bordje van Lakshmi was best wel raar. Want daarin werd namelijk gezegd... de mol wilde Lakshmi in de eerste instantie wel zijn. Zo van alsof de mol de kandidaat Lakshmi wil zijn, als ware. Maar ja, die zinsopbouw die was net wat anders dan de andere zinsopbouwen. Ja. Want ze hadden dat bij ieder bordje dan toch wel anders gedaan. En op het eindelijke finishbord, dat grote bord... daar stonden dan wel alle zinnen met de juiste zinsopbouw. Nee, precies. Op het bordje van René trouwens, die aan de kant van de weg staat... met of ze de mol wel of niet wilde zijn. Dat was het originele bord. Wat ook die tekst stond dus later op de grote borden. Oké. Dus ja, ik weet niet of dat dan nog een hint naar René zou moeten zijn, maar wellicht. Heb je zo onthouden wie wel of niet de mol wilde zijn eigenlijk? Want dat is me echt compleet langs me opgegaan, om eerlijk te zijn. Ja, maar er staat ook eerste instantie bij natuurlijk, hè? Dus ja, het kan ook nog zijn van... Ik weet het, ik durf het eigenlijk niet meer helemaal te zeggen. Want het is... Ik kan nu zeggen Lakshmi wel, maar het kan ook net zo goed niet zijn. Dus ja. Ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat, of het nou wel of niet was. Ja, en eerste instantie zou ook nog kunnen betekenen dat je eerst nee hebt gezegd. En dat staat dan op het bord geschreven. Maar dat ze het misschien dan later toch wel is geworden. Omdat ze misschien van gedachten is veranderd of wat dan ook. Of dat ze met de productie heeft gesproken en gerust is gesteld. Omdat ze het misschien te spannend vond om de mol te zijn. Ja. Dus ja, dat doen ze best wel slim, hè. Dus ook het woord eerste instantie, of die twee woorden dan. Dat zegt eigenlijk dat niks. Dat zegt eigenlijk niks, nee. Anders hadden ze de zin ook wel anders op het bord geschreven, denk ik. Ja. Oké, wat we trouwens vergeten zijn, is dat Erik de penningmeester wilde worden. Oh, dat is even tussendoor geschoten. Dat inderdaad. Was tussen opdracht 2 en opdracht 3. Ook dat ging wel weer op een aparte wijze. Iemand opperde het? Was dat niet Marije? Ja, volgens mij wel, ja. En toen was het daarna Splinter of zo, die met het kistje aankwam. Die kwam met dat kistje en toen zei je dan nog twee anderen van, oh, maar dat willen wij ook wel. Ja, onder andere Erik en die is het uiteindelijk geworden, volgens mij, toch? Ja, correct. Ja, want hij had wat kennis van aandelen of zo wat hij had. Ja, hij is ondernemer. Ja. Ah. Dus, dan kan je goed met geld omgaan. Ja. Kun je het goed kwijtraken ook. Ja, absoluut. Ja, dat zegt ook helemaal niks. Nou ja, goed. In de derde opdracht werden er trouwens negen vragen goed beantwoord. Door Florentijn en Remco. Ja. Waarbij Remco wel de leiding nam, om het maar even zo te noemen. En, ja, het is jammer dat hij er gewoon uit ligt, want ja, anders hadden we hem in ieder geval af kunnen strepen als mol zijn. Ja, en hij maakt ook wel de domme fout, en nu kunnen we hem zeker afstrepen, maar dat terzijde. Ja. Hij maakt wel natuurlijk de domme fout om zijn eigen naam, die er staat, niet te verbeteren. Want ik neem aan dat je toch nog wel weet wat je daar hebt ingevuld als eerste instantie. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad, ja. Ja, apart is dat wel, ja. Maar hij gaf het wel in ieder geval eerlijk toe van... oh shit, volgens mij heb ik die fout gemaakt. Nou ja, dat gaf hij heel eerlijk toe. Hij zei, ik weet al precies welke fout hebben. Dat is de notabene die van mezelf. Maar ze hadden ook nog maar een minuut tijd. Hè? Dus misschien in al die haast dat je eerst de dingen opschrijft die je onthouden hebt... en dan je eigen ding nog in gaat vullen. Ik denk dat dat ook wel een gedeelte van is geweest. Dat ze echt op de seconde precies klaar waren. Ja, inderdaad. Ja, die stress kan natuurlijk ook veel met je doen. En goed, negen goede antwoorden. Het is fijn dat ze in ieder geval, want volgens mij hebben we dat ook vergeten te zeggen. In het begin hadden ze ook nog de mogelijkheid om voor alles goed te gaan. En dan hadden ze 2000 euro kunnen verdienen. Maar het is maar goed dat ze dat niet hebben gedaan. Nee, precies. Ik vind dat sowieso altijd risky in Wie is de Mol. Als ze kunnen kiezen tussen alle motting. Want het is echt zelden dat zoiets lukt. Ja, precies. Alleen die theedoos vorig jaar in China, dat is volgens mij ooit een keer gelukt. Dat was ook zo'n alles of niets opdracht. En toen hadden ze daarna ook weer de kans van, wil je het originele geldbedrag of wil je 1500 euro of zo? Ja, het hadden ze ook weer een keuze. Het is altijd met zoiets van, je kunt wel beter safe spelen. Ja. Dan weet je wat je hebt. En, ja, dat is ook zo. Ja, gewoon voor gaan wat je zeker weet inderdaad. En
Ja, dat merk je ook al bij de joker natuurlijk in de eerste opdracht van deze aflevering. Was het nou maar gewoon voor die €250 gaan, dan wist je zeker dat je iets had. En een joker is niet altijd zeker. Nee, precies. Dan komen we bij de executie aan en de test. Waarin we nog zien dat Florentijn een molletje in zijn molboekje heeft geschreven. Extra aanwijzing naar hem, denk ik dan maar zo. Mm-hmm. En dan zien we Remco het spel moeten verlaten met een rood scherm. Er mocht ook niet meer geknuffeld worden daarna. Hij was ook gelijk weg. Nee. Dat zou natuurlijk alles maar met de coronamaatregelen te maken hebben, denk ik. Ik vind trouwens even iets terzijde. Bij de executies vind ik het altijd zo mooi. Hoe iedereen helemaal gechoqueerd is als iemand het spel moet verlaten. Dus van, ja, nee! Ja. Terwijl echt van, waarom jij? Ik had echt verwacht dat je ging halen. Terwijl het de eerste aflevering is en je mensen nog amper kent. Ja, dat ook, ja. Ik wou net zeggen, hoeveel dagen kennen ze elkaar nou eigenlijk echt? Ja. Ik vind dat altijd wel ik kan altijd wel mee lachen als ik dat dan zie. Dat denk ik van, dit is wel heel overdreven. Sommige mensen doen dan. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat als je echt een goed bondje of zo met iemand hebt of zo. En dat je denkt zeker. Wij proberen samen te komen en dat je bij de eerste executie al je bondje kwijt bent. Dan lijkt me wel natuurlijk groot. Ook als je op het einde, dan zit je natuurlijk 3 weken op elkaars lip. Dat is echt wel intensief natuurlijk. Ja, dat lijkt me veel erger, dat je voor de finale eruit ligt. Dan kan me wel voorstellen dat mensen emotioneel raken en zoiets hebben van, shit, nu moet ik het echt alleen doen. Ja, maar dan is het ook van, dan denk je, shit, ik had echt niet verwacht dat jij eruit ging. Want wat jij zei, daar heb ik ook op gezeten. Dus ja. Hoe kan dat? Dat je echt niet snapt. Maar dat... Vond ik wel grappig. Hier viel me dat ook weer op. Ja. Toch wel hecht of zo. Ook al ben je pas 2 dagen samen eigenlijk. Ja, dat is ook zo. Dan zijn we weer aangekomen bij onze top 3 verdenkingen. Brand losgeven. Wie denk jij wie de mol is? Dan moet ik even 3 pakken. Want ik vind het echt heel moeilijk. Ik neem Florentijn denk ik mee. Omdat hij wel een aantal molacties heeft gehad, de eerste aflevering. Mm-hmm. Ik neem Marije, denk ik, mee. Omdat ik het al heel apart vond hoe zij de hele lasergame opdracht achter een autoband heeft gezeten. En eigenlijk de €100 die ze daarmee op heeft gehaald ook maar in de hand geworpen heeft gekregen. Mm-hmm. En dan neem ik voor het gemak, denk ik, even René mee. Omdat ik het idee heb dat zij niet heel veel gedaan heeft. Nee. Ja, zij deed in opdracht 2 natuurlijk ook wel een beetje alsof ze niks hoorde en niks kon zien. Ja, en ze werd vervolgens werd ze afgeschoten terwijl ze wel een keer een kistje had geopend. En met die tweede opdracht was ze de hele tijd aan het verwarren tussen pellen en persen. Of die derde opdracht. Ja, met de fiets. Ja. En ze was de eerste die bij de eerste opdracht zei van, doe mij dan ook maar een joker toen Rick het aanbood. Ja. Dus daarom neem ik haar dan ook nog mee. Oké. Ja, snap ik. Maar René dan op nummer 1? Ik denk Joshua of Florentijn op nummer 1 nu. Oké, okay, Marije 2 en dan René 3. Ja, Marije 2, René 3. Ja, het is allemaal nog een beetje uit de losse pols natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, even denken. Wie ga ik op 3 zetten? Ik dacht eigenlijk voordat het seizoen begon dat Joshua wel een hele goede mol zou zijn. Maar in deze aflevering is hij eigenlijk mij overkomen als best wel een kandidaat zijnde. Desondanks zet ik hem toch nog even op 2, denk ik. Of op 3. Ik zet Rocky op 2. En ik zet inderdaad ook Florentijn nu op 1. Gewoon ook omdat hij dus met die laatste opdracht ook weinig deed. Veel bordjes langs fietste. Ook helemaal niet hielp met dat bord, volgens mij. Volgens mij was Remco de enige die alle tekst... Hij was voornamelijk aan het schrijven. Ja, we hebben ook niet zo heel goed gezien hoe dat ging. Wow, hoe die communicatie ging, volgens mij. Is dat niet heel erg veel in beeld geweest, maar... Ze hadden ook echt maar 30 seconden. Dus er is ook volgens mij niet heel veel gecommuniceerd. Volgens mij is het gewoon ingevuld en... En klaar, ja. 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 Ja, Florentijn kan wel een goede mol zijn, denk ik. Ook om in die boom klimmen, dat vertrouw ik ook nog niet helemaal. Nee, dus ik denk van, wat doe je daar? Dus ja. Gewoon, of vragen om geschoten te worden, of je kunt zelf heel makkelijk even iemand neerschieten. Ja, precies. Dus ik zet hem voorlopig op 1. Maar we gaan natuurlijk volgende week kijken wie er dan het meest verdacht wordt. En wie er volgende week uit ligt. Of er überhaupt iemand naar huis gaat volgende week. Dat is ook altijd maar de vraag. Volgende week
is de week, hè? Ik bedoel, je hebt nu twee keer achter elkaar dat je in de tweede aflevering een naam zei dat het de mol was. Ja, dat dus klopt. Als jij het volgende week het goed hebt, dan vertrouw ik je niet meer. jij kent meer kandidaten dan ik dit jaar. Dus ik denk dat het dit jaar gewoon heel andersom gaat zijn. Dat ik het fout ga hebben en dat jij het goed gaat hebben dit jaar. Oh, dat zou ook kunnen, ja. Zullen we dat gewoon doen? Maar dan moet je volgende week moet je het goede antwoord geven dan, vind ik. Ja, dat is goed. Zal ik doen. Okay. Zal ik doen. Nou, we gaan allemaal gefocust naar G. Luisteren volgende week. Slapeloze nachten deze week. Nu al, ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.